Hey, welkom terug. Dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Hearts of Iron 4 met Frankrijk. Doel is nog altijd het communisme hier binnenhalen. En zo hopen onze waarschijnlijk Duitse vijanden te verslaan. Nieuw research is available. Dat wordt dan een... Oh, die hebben we ook al lopen. Dat is mooi. Dan pakken we weapons en equipment. En go. Insufficient resources. Klein beetje olie tekort, maar... Wow. Niet zo erg. Productie gaat zo te zien. Goed. Support the left. Left rhetoric. En dan daarna nog eentje. En dan zijn we, als het goed is, van onze problemen af. Hey, de tanks. Eerste tanks zijn klaar. Mooi. Kan maar één iemand leiden. Namelijk Charles de Gaulle. De Franse tankgeneraal uit de oorlog. Later ook nog president van Frankrijk. Na de oorlog wel te staan. Voor de oorlog was hij heel duidelijk. Hij vond dat er tanks gemaakt moesten worden in Frankrijk. Hij dacht dat daarmee de oorlog gevochten zou worden. Achteraf had de beste man gelijk. Maar de Franse regering ging niet echt mee in zijn plannen. Helaas. Ze zijn trouwens al trained. Dus ik wacht er even mee. Laten we eerst maar eens nieuwe bouwen. A communist demand a referendum. Dat gaan we goed vinden, want daarmee is het communisme een feit. Je ziet de ster in onze vlag. French commune. Dat betekent dus dat we nu ook daadwerkelijk die communistische staat zijn die we wilden worden. Dat betekent dus dat met nog een klein beetje world tension te gaan. We kunnen sowieso al partial mobilization doen. Mits we de punten hebben. En die punten gaan dadelijk dus binnenkomen. Ik zie het hier qua army. Dat is goed genoeg. Stop. Hier ook. Nee, nog niet. Deze ook niet. Oké. Left rhetoric. En de laatste national mobilization. En dan, ja, toch binnen een jaar zijn we van die penalty af hier. En dan gaan we naar een... National Unity van 35%. In ieder geval ietsjes beter. Dus de units hier zijn ook alweer bijna klaar. Mooi. Wat missen we nog? Behoorlijk wat infantry equipment. Zoals altijd. Tanks. Motorized. Float loopt op zich prima. Zo. Oké, kleine aanpassing nog daar. Comfort, hier moeten we ook altijd wel een paar hebben. Even op 3 en 3, zo. Nieuwe wapens, betere industrie. Die is nog net te vroeg. Geldt ook voor hier. Reinforcement rate is ook nog niet het belangrijkste. We gaan vast voor een land doctrine. Daar. Nee, wacht. Die beter voor deze gaan, zit ik te denken. Als we toch communistisch zijn en ook een beetje in de aanval willen, dan is die wat meer voor de hand liggend. Yes, dus die pakken we. Superior firepower. En research de volgende. Artillery. Anti-tank. En gewoon betere artillerie aan zich. Oké. Tanks, even een nieuw kleurtje. Blauw. We kunnen ze ook wel even een missie geven. Niet dat dit de missie wordt. National mobilization. En ondertussen ook leadership purges in de Soviet Union. Daar is dus de grote zuivering weer begonnen. En wij zijn nu, als het goed is, yes, we zijn die penalty kwijt. Mooi. Political power plus 2 per dag. En zie hier ook meteen weer ruimte in de focus tree. We kunnen nu onze eigen union maken. Of we gaan samen met de Russen. Dat zal allemaal later wel komen. Voor nu is het zaak om het land op te bouwen. We kunnen kiezen om eerst bunkers te bouwen. Of eerst fabriek. Ik denk dat fabriek op dit moment absoluut prioriteit hebben. En dan blijft het eigenlijk allemaal lekker rustig nog. World tension pas 3%. Waarschijnlijk alleen maar vanwege die Spaanse burgeroorlog.
En wat Russische steun, oké. Industrial effort. Ook de Duitsers zijn aan het opbouwen. Hoe zit het ondertussen met hun leger? 84 divisies, wordt al gezegd. Dan zijn ze ons al voorbij. Ja, qua fabriek hebben wij nog geen vooruitgang geboekt. Hey, die is binnen. Is dat zo? Ja, kijk, die engineer zit er nog niet in. De recon moet er sowieso in. Die mag er straks uit. Dat wordt dan een engineer company. Die hebben we blijkbaar nog niet ontdekt. Dat betekent dat er hier en daar ook weer getraind mag worden. Juist, hop. Laat het ook maar gewoon even doorlopen. Deze hoeft dan weer niet. Ja, een klein beetje olietekort. Dat laat ik even zo. We kunnen nu dus ook claims gaan leggen. We zouden bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om de Belgen binnen te vallen. Justify conquer Wallonië. 245 dagen, dus vrij lang. En dit is natuurlijk een democratie. Als we hier echter deze aanpakken, net zo lang qua dagen. Nee, niet Castiel. Hoe heet die nou? Catalonië, die zocht ik. Het staat ook niet op na of op alfabet. Catalonië. Kijk er nou al 10 keer overheen. Justify war goal. Oh, wacht, die is die oorlog. Die is nog bezig vandaar. Yes. Oké, dan even wachten. Ik kan toch gewoon kiezen, maar de oorlog loopt nog. Dus even wachten tot die voorbij is. Industrial expansion. Geef me 5 extra fabrieken. Dat is gelijk een verdubbeling zo'n beetje. Ja. Hier zijn ze het meest veilig, zou je zeggen. Zo ja. Ik had natuurlijk hem wel de oorlog conquer en dan gewoon Aragon als doel kiezen. Ik ga er toch vanuit dat zij die oorlog winnen. Dus dan kunnen we de claim alvast laten fabriceren. 245 dagen, dat gaat dus nog een hele tijd duren. Die is dan klaar op 23 november 37. Dat duurt nog even. Nou, het is wel heerlijk dat die puntjes inmiddels lekker binnenstromen. Ook weer Army Experience. Jij gaat dan heel snel met engineers. Juist. Research. Oké. Jij mag daar aan werken. Perfect. Oké. Ondertussen. Ja. Industrial Expansion. Goed. Gaan we dan langzaam ook richting de research slot? Ja. Dat is lekker hoor. Gelijk die verdubbeling dadelijk. Sorry voor het geklik. Die komen dan natuurlijk vooral hier. 1, 2, 3. 4, 5. Zo. Dit zijn military ones. Oh ja. Yeah. Kijk dus eerst. Ja. Nou ja, goed. Kijk, eerst civil en dan pas military. Maar goed, dat maakt op zich niet uit. Construction. Precies 30 over. Die Comintern pakt. Oké, ja, dit zal kan geen ongelijk geven om nu een alliantie te starten tegen het communisme. Je bent min of meer ingesloten door 2 grote communistische landen. Modify government. Partial mobilization. Of gaan we voor war? Ik kan nu wel deze kiezen, maar waarschijnlijk mag ik over een paar dagen al door naar deze. Het scheelt met 10%. Dit kunnen we wel meteen niet doen. Hier moeten we op wachten. We pakken eerst even industrial research mee dan. Zijn we die op dit moment aan het doen? Nee. Dat is dan wel jammer. Oké, Spanjaarden zijn een beetje boos. Ik zit nu dit te doen. Dat is eigenlijk helemaal niet slim. Dus we moeten natuurlijk vooral nu deze pakken.
Ja, oké. Die laat ik wel lopen. Ik weet niet of die van het vliegtuig nog helemaal kwijt ben. Zo ja, so be it. We hadden natuurlijk eerst de industrie moeten doen. Eigen fout. Dus ik kan trouwens de tanks hier klaarzetten. Met name dan hier, juist. De mountain troops. Daar. Die opdracht kan er even uit. En deze ook. De rest van het leger kan trouwens ook wat mij betreft daar naar beneden. De research slot pakken we nu. Hier is nog een tank. Recruit en deploy. Bam. Dan gaat u het hier mooi vanzelf. En jullie dus. Ja, ik heb geen zin. Wacht maar even. Marco Polo Bridge. Wat voor nodige spanning in China. Ja, deze strijd gaat maar door. Steeds geen winnaar. Het ziet natuurlijk wel dramatisch uit voor de socialisten. Wat doen ze met de Engelsen? Fortify East Asia, oké. Okay. Rally behind the cause. Laatste tank er was bij halen, zo ja. Zo. Kan die vast op krachten komen. We hebben wel nog even voor de aanval begint, maar goed. Dit loopt 35.000 wapens nog. Echt heel veel. Death to the fascist. Rally behind the cause. Heeft zit er de vaat in. Maar volgens mij duurt het nog steeds gewoon heel lang. Ja, 23 november nog steeds. Gaan we vandaag dus niet meer halen. Chinese build-up en die extra research slot. Mooi. Nuclear effort. Ja, pak hem maar vast even mee voor de tweede research slot. Kunnen we in ieder geval dat gat hier een beetje wegwerken. Zo. En door. En Japan gaat in oorlog. Niet heel erg verrassend. Standaard opening daar. Als we trouwens richting Spanje gaan, dan kunnen we deze ook even opnieuw instellen. Want dan kan dit front hier weg. En dan gaan we dus vooral naar daar. Dat is één. Die andere groep kan dan naar daar. Zo. Dan kan die er dus uit. Yes. Perfect. Ondertussen zetten de buren het een en eens op een boor. Dus ik hoop dat je daar geen last van hebt qua geluid. Aangezien we dat niet zeker weten, stop ik hem hier even. Iets te vroeg, denk ik. Even kijken. Nou, 3 seconden te vroeg. Timer gaat nu klinken. Ik bedank je voor het kijken. De aanval is nog niet ingezet, maar de voorbereidingen zijn er klaar voor. De aanval op Spanje. Nog heel even wachten en dat wordt dat de eerste communistische uitbreiding. Heel graag tot de volgende keer.